dat is het probleem. Juffrouw, je moet nog wel even de klas aan het huiswerk herinneren. Want ik heb gehoord dat we nog paragraaf 4 en 5 moesten maken. Dus ja, daar heb je nog niets over verteld. Zou je dat nog even kunnen doen? Dankjewel voor het herinneren aan het huiswerk. Natuurlijk moeten we nog een hele hoop huiswerk doen. En wat deze jongeman hier vooraan net zei, mogen jullie nu allemaal gaan doen. Succes! Juffrouw, zou je me even kunnen helpen? Wat is het probleem? Jongeman, ik zie dat je op je telefoon zit. Zou je je telefoon even neer willen leggen? Ah, prank. Was gewoon een rekenmachine. Wil er iemand nog iets te eten of drinken? Ik heb nog misschien wafel of zo. Of misschien een snelle jelle. Een zak chips. Of moet er iemand nog een biertje of zo? Kan ook. Hey, jij daar, helemaal achterin. Zou je even je jas uit willen trekken? Dat is geen jas. Dat is een vest. Jongen, ben je nog alweer aan het tekenen? Ja? Nee. Ik ben gewoon aan het werk. Zo, ik heb alles. Oké, jongens en meisjes, dat was paragraaf 1. Ja, ben je nou weer te laat? Ja, mevrouw, nee, de brug stond open, daar kan ik niks aan doen. Ik moest echt 10 minuten wachten of zo bij die brug. Maar jij komt helemaal niet langs een brug, dus de brug kan helemaal niet openstaan. Hij spiekt. Wat ik spiek? Ik spiek niet met je, ik spiek. Ik spiek helemaal niet, jongen. Hij spiekt zelf. Ja, man, ga huis. Hé, hey, maat, laat me even je huiswerk overschrijven. Kom eens hier. Oké, dus 1. Oké, jongens en meisjes, pak allemaal je schriften erbij op de pagina's waar het huiswerk van gemaakt moest worden. Gaan we dat even controleren? Ja, mevrouw, nee, kijk, ik wou mijn huiswerk wel maken, maar mijn pen was leeg. En ja, toen moet ik een nieuwe pen halen, maar ik heb mijn loon nog niet gekregen, dus ik heb geen geld. En ons man die zei van, ja, dat is je eigen probleem. Nou, ja, nee, het is helemaal niet mijn schuld in mijn huiswerk niet af. Hey, heeft iemand een pen voor mij? Ik heb geen pen, nee. Oh, heb jij... Hey, doe maar even jouw rekenmachientje. Ik ben mijn rekenmachientje vergeten. Hé, hey, gast. Laat me even jouw broek lenen. Ik ben mijn broek vergeten, man. Ik heb geen broek, nee. Mijn pen is leeg. Heeft iemand een pen? Yo, ik kan hier van. Was ik niet. Yo mensen, laat het weten in de comments wat jullie van deze trui vinden. Ik heb hem besteld bij Boas. Zoals je ziet. Boas is natuurlijk onze grote held. Zelfs mijn telefoon heeft de kleur van zijn auto. En ja, wat ik nog wel zou willen zeggen is... even abonneren op ons natuurlijk. Even een hele grote clickbait. Want we gaan nu Boas in de titel zetten. Maar wel even doen, dankjewel.